En normaal gesproken zitten wij nu natuurlijk in de auto. Of staan we in de klas om een voorstelling te spelen. Maar daar gaat er voorlopig niet van komen. Dus in de tussentijd stel ik voor dat wij via deze weg contact met elkaar houden. En iedere dag stelt de een de ander een vraag. En dan geef je antwoord en stel je een nieuwe vraag. Hey Kiek. Nou, je vroeg me wat ik zou doen als deze situatie over is. Nou, ik denk dat het dus heel lang gaat duren. En we hebben ook weer gehoord dat het dus nog langer gaat duren. Dus ik weet niet wat ik dan zou gaan doen. Maar wat ik nu zou gaan doen is dat ik vooral met vrienden zou afspreken buiten. Dat we lekker op het terras gaan praten over hoe de wereld er nu uit moet gaan zien. Want ik denk wel dat we hier een lesje van moeten leren. Dus ik denk dat ik dat zou gaan doen. Geen groot feest, want ik ben niet zo van feesten. En feesten vind ik daar ergens dan ook onpersoonlijk. Dus het zou dan een klein feestje zijn, wel met muziek en zo. Maar je kent het wel, zo de geur van de zomeravond. Zo'n situatie zou ik willen. Mijn vraag aan jou. Welk liedje luister jij nu heel veel? Bij mij zit het even anders. Ik luister van alles. Maar wat ik echt helemaal grijs draai momenteel is London Grammar. En dan met name het nummer Strong. En dat komt omdat dat het nummer is dat ik voor zangles aan het oefenen ben. Dus dat ben ik eigenlijk ook een beetje aan het bestuderen. En dat heb ik dus, zangles. En ik ben aan het proberen om ergens over een paar maanden de split of spagaat te kunnen. Nou ben ik 42, dus dat gaat niet meer zo soepel als toen ik 12 was. Maar lange na niet, dus ik ben benieuwd of het lukt. Maar ben jij iets nieuws aan het doen? Ben jij een nieuwe skill aan het aanleren bijvoorbeeld? Hey Kiki. Ja, natuurlijk. Ook ik gebruik mijn vrije tijd om nieuwe dingen te doen. En ik ben namelijk nu bezig met het maken van een podcast. De Puberpodcast heet het. En ik doe het samen met steeds één puber. En we gaan het hebben over wat puberteit inhoudt. En wat, ja, waar pubers tegenaan lopen. En dat doen we aan de hand van thema's. Dus dat ben ik eigenlijk aan het doen. En dat is helemaal nieuw. En dat vind ik eigenlijk ook heel leuk om te doen. En gisteren is de eerste aflevering online gekomen. Dus ga allemaal luisteren, want hij is echt wel heel leuk. En nou ja, dat is antwoord op jouw vraag. De vraag die ik jou wil stellen, dat is eentje waar ik nu wel weer tegenaan loop. Is namelijk, als ik hier binnen ben, dan denk ik, oh ja, chill. Er is eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. Maar als ik dan buiten loop, dan voel ik wel dat er echt een crisis aan de hand is. En ik vroeg me af, waaraan voel jij eigenlijk dat we echt wel in een crisis zitten? Ik zit hier op theaterstoelen uit een theater waar ik vroeger gewerkt heb. En dat is, dichterbij gaan we niet komen voorlopig. En ik zat hier naar jouw podcast te luisteren. Dat is echt super tof. En daarmee vergeet ik ook een beetje in welke crisis we zitten. Want inderdaad, wat jij zegt, als je buiten komt, dan is het heel duidelijk. Alle mondkapjes, handschoenen, die ik soms ook draag als ik boodschappen ga doen. En dan twijfel, moet ik eigenlijk ook een mondkapje of niet? Ik vind het ook eng. Ik wil er niet te lang over nadenken, merk ik. Want dan kan ik heel erg in paniek raken. En wat me momenteel een beetje bezighoudt, is wat ik persoonlijk in mijn eentje, en als we dat dan allemaal zouden doen, maar wat ik eraan kan doen om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt. Want ja, er moest misschien wel iets gebeuren in de wereld. Maar dit vind ik wel heel heftig. Hoe denk jij daarover? Hey Kiek. Dankjewel voor deze vraag. Ik heb even zitten nadenken. Het was een lastige vraag hier in het raam. En ik denk dat we niet zoveel kunnen doen. Ik denk dat we ons er tegen kunnen wapenen. Onze handjes wassen. En als de sodemieter meer kennis vergaren over virussen. Want dit gaat echt niet het laatste virus zijn dat ons aan gaat vallen. En het heeft me vooral bewust gemaakt dat de mens helemaal niet bovenaan staat. Omdat wij het hier te bepalen hebben. Nee, het is de aarde die bovenaan staat. Wij zijn nietig ten opzichte van de aarde. En ja, dat heeft mij eigenlijk deze crisis mij gebracht qua kennis. En dat is eigenlijk de vraag die ik jou wil stellen.
Waar heeft deze crisis jou bewust van gemaakt? Ik ben me er enorm van bewust dat gezondheid het grootste goed is. En dat dat niet vanzelfsprekend is. Ik ben me er ook van bewust dat de mens veerkrachtig is. En dat we heel lief voor elkaar kunnen zijn als we dat willen. Als we tenminste niet zo bezig zijn met naar ons navel staren en steeds verder, hoger, meer willen. Zoals dat hiervoor wel vaker gebeurde, ook bij mij. Hand in de eigen boezem. Ik werk te veel, hard. En kom erachter dat dat niet het allerbelangrijkste is. Dat wist ik eigenlijk wel, maar je voelt het nu echt. Ja, dus dat merk ik heel erg. Ik hoop ook dat we dat een beetje kunnen vasthouden. Dat het allemaal wat minder mag. Dat zou fijn zijn. Maar in deze tijd merk ik bijvoorbeeld dat ik heel veel tijd heb om te koken. Dus ik was benieuwd wat op dit moment jouw favoriete gerecht is.